Goeiedag dames en heren, ik ben Vergarnetje Blank. Laat jullie alles zien rondom het verplanten van de magnoliaboom. Om te beginnen hebben we een tegel uit de grond gehaald en dan maken we nu de grond los. Het kan op verschillende manieren. Wij gebruiken hier een schroevendraaier om een mooi gat te creëren in de tegel. Deze oppervlakte van de tegel die we eruit hebben getrokken is 30 bij 30 centimeter. Magnolia's staan bekend erom dat ze voedzame en luchtige grond willen. Vandaar dat we goed onder in het gat goed losmaken, zodat de wortels goed meteen hun weg kunnen vinden en goed diep de grond in kunnen wortelen, waardoor ze beter bestand zijn tegen de kou. Want tijdens het verplanten van de magnolia doen wij dat in de koude dagen. Eigenlijk in de begin tot late herfst kun je dat planten. In de winter doen we dat niet, want dan vriest het en is het te koud. We moeten haar planten voordat de vorst er is. Nu wij het gat gemaakt hebben en het los genoeg is, is het tijd dat we de magnolia erbij pakken. Die zijn we nu aan het pakken. Want deze magnolia staat in verdrukking met de Gunnera manicata. En ze hebben beide ruimte nodig. De magnolia is een bladverliezende boomsoort. Dat houdt in dat ze in het einde van dit jaar al haar bladeren laat vallen om zichzelf te beschermen tegen de winter. Dit is een ideale periode als het gaat om verplanten van de magnolia. De magnolia kan verplant worden als het blad al bruin wordt en einde van het jaar wordt. Anders doe je het in de lente en dan doe je het voordat de knoppen zichtbaar zijn. Als je de magnolia gaat verplanten in de rustperiode, ervaart ze het minste stress. Doe dit dus niet in de groei- en bloeiperiode. Vandaar dat we de magnolia's planten als ze in de rustperiode staat. Zo einde van het jaar als begin van het jaar. Als je de boom gaat verplanten en hij staat in de groei, dan heb je kans namelijk dat de bladeren een shock krijgen en de plant, waardoor hij zijn blad laat vallen en denkt dat het winterrust is. Terwijl het eigenlijk volop zomer is of lente, terwijl de groei erin zit. Als de groei erin zit, moeten we niets meer doen aan snoeien of verplanten. Zoals ik al eerder zei, dit heeft te maken met het wintersysteem. In het wintersysteem staat de plant in rust en dan kan je haar prima verplanten. Dan heb ze de minste last hiervan. In de groei- en bloeiperiode dienen we dat dus niet te doen. Aangezien het nu einde van het jaar is en we hebben haar nu net verplant, hebben we een randje nodig, een opstaande rand, om schors of isolatiemateriaal aan vast te maken. Zo zorgen wij hier voor een stenen muurtje die wij netjes stapelen. Een rij hoog is meer dan voldoende en die storten wij vol met isolatiemateriaal. Speciaal daarvoor bedoeld voor buiten. Dit muurtje stapelen kunnen we doen tot we metselen, lijmen of plakken, maar kunnen hem ook gewoon los neerleggen omdat het isolatiemateriaal het meeste werking heeft. Dit muurtje zorgt ervoor dat je isolatiemateriaal bij elkaar blijft en niet wegwaait en wegspoelt. Ook scheelt dat bij watergeven. Als we de magnolia zo hebben geplant, is het verstandig om in het voorjaar een beetje koenmestkorrel of varkensmest of kippenmest bij de plant te strooien, zodat hij een nieuwe goede start krijgt en een goede voedingsbodem creëert. Want de magnolia mag best wel gevoed worden bij het verplanten. Dit kan het beste met strooikorrel of een of andere koemest. Tijdens het verplotten kun je deze koemest al toedienen, maar is niet verplicht. Dit kan ook het beste in het voorjaar, zodat ze het beste eigenlijk voedingsstoffen op kan nemen. Want aan het einde van het jaar heb ze heel weinig aan voedingsstoffen en daar heb ze niks aan. Dus in de lente voeding geven met koemestkorrel, zodat ze een goede opbouw krijgt en een goede startstimulatie voor de wortels. Kleine planten en bomen hebben vaak hele kleine kluitjes van wortels. We moeten dus wel ervoor zorgen dat ze niet te veel droog komt te staan. Want de magnolia is gevoelig voor te veel aan droogte. Dat is belangrijk in de zomermaanden. Vandaar dat we isolatiemateriaal op de oppervlakte doen voor het hele jaar door. In de groei- en bloeiperiode, in het eerste paar levensjaar van de boom, van de magnolia, is het belangrijk om één keer in de week even een flinke 10 liter gieter over de oppervlakte te strooien. Zo blijft ze voldoende vocht houden. Terwijl het in de zomer in Nederland heel erg warm en heet kan worden. Met heel veel droogteperiodes. De magnolia staat ook wel bekend om haar genezende werking en de geurende bloemen. Want in het Chinese en Japanse traditionele wijze gebruiken de mensen eigenlijk de bast en de bloemen voor essentiële bestanddeel als olie of geuren tegen verkoudheden, hooikoorts en griep. Deze magnoliaboom is dus heel belangrijk als het gaat om verkoudheden in die tradities. Deze isolatiemateriaal wat wij hierbij leggen hebben een verschillende werking. 1. Het helpt in de lente ervoor om onkruiden te voorkomen. 2. In de zomer voorkomt het te veel aan droogte. 3. In de herfst voorkomt het weer te veel aan nattigheid. En 4. In de winter voorkomt het vorschade bij de wortel en bij de plant. Als isolatiemateriaal gebruiken wij Franse boomschors of WK boomschors van de Welkoop.
Deze voldoet prima aan de eisen van de magnolia. Deze magnolia is een bloeiende variant in de bloed in de lente met donkerpaarse bloemen. Ze heet ook wel Magnolia liliflora nigra. Dank u wel, dames en heren, voor het bekijken van mijn video. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechtsonder een beeld op het belletje te drukken, zodat je up-to-date blijft voor mijn nieuwste video's. Voor eventuele vragen of opmerkingen. Hierboven de link, daar ben ik op te bereiken. En dan zou ik zeggen, adios amigos.